Wij als provincie hebben we het actieplan biodiversiteit hebben wij vastgesteld. Dat was de aanleiding om inderdaad ook aan de slag te gaan ook met biodiversiteit. En in Provinciale Staten heeft men een motie aangenomen waarvan ze zeiden we willen ook die boeren daarbij betrekken. Dit evenement is ontzettend belangrijk voor ons als provincie, maar ook juist samen met partners. En een van onze belangrijkste partners is dat Flevolands Agrarisch Collectief. Ook bij het Agrarisch Natuurbeheer zijn zij voor ons echt een belangrijke partner die samen met de boeren, samen met de doelgroep eigenlijk, ook nieuwe dingen ontwikkelt, ook innovatie ook bespoedigt, ook aanswengelt. Ja, en dat is echt onmisbaar. En daarom ben ik er ook zo trots op dat we ook dit evenement samen met het Flevolands Agrarisch Collectief hebben kunnen doen. Als Flevolands Agrarisch Collectief zijn wij de uitvoeringsorganisatie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Onder andere weidevogelbescherming, maar ook akkerranden hebben we, vogelakkers en dergelijke. Maar naast het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer doen we ook projecten op het gebied van water, bodem, klimaat is in opkomst. En wij maken daarbij de vertaalslag tussen beleid en de praktijk. En omdat wij een coöperatie van, voor en door boeren zijn, kunnen we dat gewoon goed. Want zelf ben ik ook akkerbouwer. Met de huidige vergroening kiezen heel veel boeren voor vanggewassen. Maar ze kunnen ook kiezen voor akkerranden als een mogelijkheid. Nou, de nieuwe GLB-ronde komt eraan en daar zijn een aantal maatregelen voorzien. En zeer waarschijnlijk is een bufferzone of een akkerrand ook een mogelijkheid. Nou, dit is een mooie gelegenheid deze dag om te laten zien wat je met akkerranden kan. Met welk mengsel bij je past, hoe je het beheer kan doen, hoe veronkruiding een probleem kan zijn, hoe ik het probeer te voorkomen. En dat past eigenlijk heel erg mooi deze dag daarin. Het boeiende hier is dus dat we bij een demoveldje staan, wat exact hetzelfde zaaizaad is als hier in deze rand. En je ziet dus gigantische verschillen. Hier wel een zonnebloem en wat gele honingklaver en wat andere soorten. Maar hier veel meer variatie dan daar. En dat heeft te maken natuurlijk met de manier waarop we dat in hebben gezaaid voor een belangrijk deel. In het gewas zitten dus al heel veel loopkevers. Die zitten ook, kunnen ook overwinteren in de akker. In de akkerrand, daar zitten vooral veel meer de vliegende soorten ook. En wat je ziet is dat daar veel meer verschillende soorten terugkomen. Dus slakken, springstaartjes, een aantal loopkevers die er ook wel komen. Ja, ik vind het een prachtig evenement. Het is ook goed dat dit georganiseerd wordt. Ik merk dat veel boeren toch bezig zijn met om op een of andere manier invulling te geven aan het biodiversiteitsvraagstuk. En dan is het altijd leuk als je dan ook daar ideeën bij kunt opdoen. En dan is dit een prima evenement om eens rond te kijken van wat kan ik voor mij betekenen. Een waardevol initiatief is dit, ja zeker weten. Ik vond het zelf heel interessant. Leuk om in de praktijk ook te zien, hè? Dat je dan echt voorbeelden hebt. Heel erg interessant, ja. Wij telen op ons bedrijf ook een aantal akkerranden. En dat vergelijk je direct met wat je hier ziet. Van, goh, is dat nou beter of slechter? Of hebben ze een ander mengsel? Nou, ik heb al een aantal ideeën opgedaan, ja. Nou, geweldig. Ontzettend leuk. Ik merk gewoon, het is niet alleen leren van elkaar. Dus je ziet ook heel veel met allerlei stands die er staan. Maar het is ook een stukje netwerken. Je komt elkaar ook tegen. Je spreekt elkaar. Ik zie ook heel veel agrariërs die elkaar ook ontmoeten. Die ook met elkaar ook informatie uitwisselen naar elkaar toe. Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik denk dat dit echt voor herhaling vatbaar is. Ik hoor alleen maar positieve berichten.